Das Impfzentrum im Wiesbadener Kongresscenter soll Ende kommender Woche startklar sein. Eine von 8 sogenannten Impfstraßen ist schon aufgebaut, durch die die Bürger dann geschleust werden. Fiebermessen anmelden und warten aufs Aufklärungsgespräch. Deutschland macht sich klar, um zu vaccineren und tut das gründig. Immerhin, das zentrale Lager des Landes ist startklar, die Kühlung der Impfstoffe gesichert. Was noch fehlt, sind Impfstoff und Impfpersonal. In heel Duitsland worden momenteel honderden locaties, zoals sportstadions en congrescentra, omgebouwd tot massavaccinatiecentra. Die staan centraal in de eerste fase van de Duitse vaccinatiestrategie. Impfstoffe werden ja schon produziert, parallel zur Zulassung, sodass dann auch sehr zügig nach einer möglichen Zulassung, idealerweise binnen weniger Stunden als binnen weniger Tage, wir mit dem Impfen dann beginnen können. Und alle arbeiten auf allen Ebenen mit Hochdruck daran, dass wir uns eben darauf vorbereiten, dann auch impfen zu können, sobald ein Impfstoff da ist. Und intussen in Belgien. Du Philipp, wie geht's in Berlin? Wie geht's mit dem Aufbau im Moment? Tom van Hemelrijk werkt voor PRG. Brauchst du noch etwas von Belgien in die Unterstützung von dem Projekt oder? PRG ist ein Multinational, die technische Unterstützung bietet bei Evenementen. Zonder Corona was Tom zijn equipe nu aan het werk in het Sportpaleis voor Niels de Stadsbader. Vandaag ligt de sector op zijn gat, maar de Duitse tak van PRG heeft wel werk in Berlijn. Ze helpen mee aan de opbouw van 2 vaccinatiecentra. Onze mensen zijn daar nu deze week aan het opbouwen. Dat wil zeggen dat ze daar de structuren, de verlichting, het geluid, de netwerken, data, wifi, digitale signalisatie, dat alles aan het installeren zijn. Dus zo'n vaccinatiecentrum, dat is echt meer dan gewoon een ruimte waar een verpleegster iemand een prikje toedient. Het is vrij complex en het is veel meer dan dat, omdat je in verschillende ruimtes moet werken, verschillende zones. Je hebt de intakegesprekken die moeten plaatsvinden, je hebt het vaccineren zelf. Dan heb je ook nog een wachtruimte waar mensen 15, 20 minuten moeten wachten blijkbaar, vooraleer ze naar huis kunnen. Vandaag werd eindelijk duidelijk hoe onze vaccinatiestrategie eruit ziet. In een eerste fase wil men inenten in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Vanaf een tweede fase wordt op grotere schaal gevaccineerd. In de huidige triagecentra, maar men spreekt ook over grote vaccinatiecentra. Alleen die grote vaccinatiecentra zijn er dus nog niet. En navraag leert dat hierover ook nog niks beslist is. We zijn hoopvol dat de overheden beseffen dat de tijd toch wel een beetje dringt. Want zoiets opbouwen van beslissing tot het operationeel zijn duurt toch al gauw een tweetal maand. Dat moet vergund worden, dat moet dan contractueel vastgelegd worden, dat moet gepland worden, opgebouwd worden, getest worden. Want je kan zo'n centra natuurlijk niet zomaar opbouwen en let's go. Dat moet echt wel in een testfase gaan ook. Dus dat is wel omslachtig. Een tweetal maanden, dat is niet niks. Natuurlijk zijn er nog veel onzekerheden. Wanneer zullen alle vaccins geleverd worden en in welke hoeveelheden? Als alles trager loopt dan voorzien, hebben massavaccinatiecentra misschien weinig zin. Maar de Duitsers kampen met exact dezelfde onzekerheden. Toch zijn hun centra bijna klaar. Wichtig ist, vorbereitet zu sein. Wie gesagt, lieber 2 oder 3 Wochen ein Impfzentrum, das morgen loslegen könnte, als ein Impfstoff, der nicht verimpft werden kann. De verder quasi werkloze eventsector staat te springen en te lobbyen om mee te mogen doen. Het is een druppel op een hete plaat, kwestie van omzet. Maar nog belangrijker zijn eigenlijk de mensen die terug een beetje aan de slag kunnen en die ook het gevoel kunnen hebben dat ze meewerken aan de oplossing. Want zonder vaccinatie of zonder een groepsimmuniteit wordt het moeilijk voor onze sector om terug aan de gang te gaan.